Het is nu 3 uur. Ik heb de helft van de aardbeienveld gedaan. Hallo, welkom bij een nieuwe tuinvlog. Vandaag ga ik aan de slag met dit kweekpakket voor witte champignons. Ik heb het eigenlijk al een eindje liggen en ik wou het ook al een eindje gaan openmaken, maar ik vergat het steeds of ik was op prijs. Ja, zo van die dingen. Ik wou het echt van begin tot het eindelijk kunnen tonen aan jullie. Dus nu kan dat. Zo, ga je eventjes de gebruiksaanwijzingen lezen. Best niet deze, want die zijn in het Duits, maar Nederlands. Maak de champignonset open. Haal het zakje dek aarde uit de set. En maak de champignonset daarna weer dicht. Doe de dek aarde uit het zakje in een bak of emmer en voeg 250 ml water toe. Meng de aarde voorzichtig met het water. Houd het geheel zeer luchtig en dek het geheel vervolgens af met folie en zet de bak of emmer daarna 24 uur apart, zodat het water in de aarde kan trekken. Dus ik denk dat het eerst moet doen. Zou dat het zakje dek aardig zijn? Ik denk het. Dus dat in 250 milliliter water mengen. Dat ga ik straks doen als ik terug naar beneden ga. Want dat heeft nu heel weinig zin. Dat. Zo, als ik de rest van mijn camera moet gaan ruimen. Zo, ik ga dan ook de voorcamera erop zetten, zodat jullie het ook allemaal kunnen zien uiteraard. Mijn pot heeft iets meer dan 24 uur toegestaan met plastic folie erop. En nu ga ik het hier op. Tijd om hiermee naar de compostbak te halen. Onze kippen waren vandaag trouwens eng, want overal waar ik ging waren ze mij aan het volgen en dan echt zo op een heel snel tempo. Mijn bak is gevallen. Eventjes op bezoek gaan in mijn serre. Dode plant, levende plant. Levende plant, dode plant. Vuilnis. Er zitten de aardbeetjes onder. En dan denk ik moeten schoonmaken om te zien welke planten dat er over zijn. Maar misschien op een moment dat ze kunnen overleven. Nu is het nog een stuk te vroeg. Het is ergens koud. Het is ergens gewoon niet koud te zijn. Oh, mijn curryplant. Die is er rood. En buiten het feit dat hij goed is en rechtjes, vind ik het echt ook nog een heel mooie plant. Koud. F-R-I-E-N-D-S. You're just friends. Deze plant die ik had gered uit het uitzendcentrum is trouwens volledig dood. Onze kippies zijn terug binnen. Zou er iemand onder kottum toe gedaan of zou ze gewoon zelf naar binnen gegaan zijn? Eitjes.
Nee, geen eitjes. Hey, kippies. Hallo, we zijn vandaag 10 februari en ik had vanmorgen les ecologisch tuinieren en nu zit ik in de serre. Ik ga hier een paar werkjes beginnen doen om voor te bereiden. Er zitten kippen aan mijn serre. Ik ga ze even wegjagen, want onze poes zit hier droog en ze is redelijk bang van de kippen. Nu ga ik de serre een beetje opruimen, de aardbeienplantjes uithalen en dan een potje stoppen voordat ze terug aan deze kant kunnen, want mijn vader heeft hier al allerlei achtslangen gegooid, heel goed. Maar ik kan daar geen plantjes tussen zetten, of nu toch niet. We gaan eerst kijken, als eerste uithalen en dan zien we nog. Het is nu 3 uur, ik heb de helft van het aardbeienveld gedaan. Een deel is onkruid of slechte aardbeienplantjes en die zijn om die hoop. En de goede aardbeienplantjes liggen hier. Ik ga ze dan in potten steken, maar dat wordt zoveel werk.